Gisteren op het terrein van Stichting De Olifant vond de her- en gebruikname van het kantoorgebouw van Stichting De Olifant plaats. Voor de opening van het gebouw werden er toespraken gehouden. Erevoorzitter van de VHP, Ramdin Sarju, zei het volgende tijdens zijn toespraak. Mag het zo zijn dat de partij, welke langer dan 75 jaar bestaat, steeds gegroeid heeft in aantallen, maar belangrijker nog in ideeën en opvattingen. Aanvankelijk als etnisch Hindoestaanse politieke partij. In 1966 wordt een Hitkari-partij algemeen voor een ieder. Velen wisten niet wat het betekende. In 1973 vooruitstrevende hervormingspartij, wat sprak tot Surinamer en een ieder. En in die opvattingen van progressie, van ontwikkeling, zien wij steeds een vernieuwing van de partij, welke ideeën en opvattingen zich aanpassen aan de veranderende omstandigheid van het land en van de totale natie, van de totale wereld. Wij gaan mee, de partij gaat mee. Aanvankelijk en eenvoudig partijgebouw hier. Later een moderne en thans een moderne. Wij zien steeds een vooruitgang in materiële zin. En wij zien een vooruitgang in ons denken, in onze opvatting en onze ideologieën. Laat het zo zijn dat deze verandering van eenvoudig naar een betere, thans nog een heropening van dat wat er was. En laat het zo zijn dat het volgend jaar niet een heropening, maar een herverkiezing zal plaatsvinden van de man die het beleid en de naam en de ideeën en idealen steeds heeft voortgezet, de heer Chandrika Prasad Santokhi, volgend jaar. Laten wij deze tent voortzetten, omdat hier op dit erf, dit gebouw, aan de VHP toegekend bij beschikking van 6 april 1971, nu langer dan 50 jaar geleden. Daarna veranderingen en vernieuwingen. En als ik om me heen kijk, allemaal van de jongeren die ik niet eens ken, maar ik weet dat zij gedragen worden door de ideeën en idealen van de partij. In mijn periode, als ik om me heen kijk, zie ik meneer Korabux en ik zie weinig andere mensen die ik nauwelijks ken. Ik behoor tot de vierde generatie van de partij. Een beetje moeite om op te staan en hier te komen, maar ik ben er. En mijn ideeën zijn er, mijn opvattingen zijn er en mijn zegen naar de partij. Voor verder gaan in dit gebouw, waar belangrijke beslissingen zijn genomen voor de partij. Niet alleen, maar voor het land. Bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden hier. Het behoud van staatsolie heeft plaatsgevonden hier, anders was het verkocht voor 50 miljoen US United States dollars. Ministers zijn benoemd, vicepresidenten zijn benoemd, president is benoemd. De heer Chandrika Prasad is het resultaat van dit gebouw. En laten we hopen dat het volgend jaar een hernieuwing zal plaatsvinden van de functie van president voor de Chandrika Prasad Santokhi. Heeft het land gered uit de moeilijkste omstandigheden die wij gekend hebben. Wij eten en drinken en rijden onze auto en er is nauwelijks een parkeerplaats. Uitgaande van een situatie
van ellende waarbij er niet eens geld was om salarissen uit te betalen en om brood op tafel te leggen. Vandaag zijn we hier in Weelde bij elkaar. En belangrijker is nog dat we een hoopvolle toekomst hebben onder leiding van de heer Santokhi. Chandrika Prasad Santokhi, voorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij, zei daarna het volgende. Dit is ook een historische verworvenheid voor ons als partij. Een traditie, een onderdeel van de traditie die gecontinueerd wordt en gecontinueerd zal worden. En we hebben deze in gebruikname van ons partijcentrum zodanig gepland. En het gaat vooraf aan een zeer belangrijke dag. Een dag die wij vereeuwigd hebben in Suriname. De Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid op 21 september. Als teken en symbool en ook drager van die verbroedering. De eerste oprichter en eerste voorzitter van de VAP, de Jagannath Lakshman, die we ook hier vereeuwigd hebben op dit terrein van ons VAP-centrum. Graag aanwezigen, als we vandaag hier ons partijcentrum weer in gebruik gaan nemen, dan is het niet alleen een fysiek gebouw. Het is een gebouw dat gerelateerd staat aan de ontwikkeling van het land. De ontwikkeling van Surinamers. Want als wij vandaag in de regering zitten, als een leidende coalitiepartij, en we voor de immense taak en verantwoordelijkheid staan om dit land te redden, dit land te ontwikkelen, het land uit multiple crisis te halen, dan putten wij onze kracht, onze energie, onze kennis, onze deskundigheid, onze ideologie aan het partijcentrum, het partijgebouw. Want wij zijn een partij, ja, welke een voorstander is van een gezonde economie. Wij zijn een partij, ja, die wet en recht voorstaat. Wij zijn een partij met een rechtsstaatgedachte. Wij zijn een partij die zorg draagt dat we bijdrage mogen leveren aan de internationale vrede en orde. Wij zijn een partij die dialoog stimuleert. En we kunnen stormen krijgen die we als partij gehad hebben. En stormen die we gehad hebben, en ik refereer naar 17 februari vorig jaar. En we kunnen stormen krijgen van vakbondsorganisaties in welke vorm dan ook. VHP kiest het pad altijd van de dialoog. En dat is wat we hier symboliseren. En het zijn deze elementen die vandaag gekoppeld zijn aan dit gebouw. En ook uitstralen naar het hele land. Dat we in een zeer korte tijd de meest ernstige crisis van het land onder controle hebben. In alle rust. Met betrokkenheid van alle Surinamers. Waar anderen het nog steeds niet willen geloven. Dat wij het gerealiseerd hebben. Zoals de erevoorzitter net gezegd heeft. 4 jaar geleden konden we geen overheidssalarissen uitbetalen. Mijn mensen. Vandaag na
4 jaren verhogen wij het overheidssalaris met een behoorlijk percentage als gevolg van prudent beleid. Dat is zo, mevrouw Mangere. Ambtenaren zijn blij, de leerkrachten zijn blij. Ze moeten ook blij zijn op de minister van Onderwijs.